was dit jaar wat discussie, moeten we nog naar de Provada? Ik denk dat dat toch heel goed is. Provada biedt toch een ontmoetingsplek. En dat zie je ook dit jaar weer. Je doet heel veel contact op, je kunt je ideeën uitwisselen. En als je kijkt naar een paar jaar geleden, dat er heel veel partijen in hun eentje hier stonden. Zie je nu dat er en heel veel partijen al met elkaar hier staan. Maar dat er ook de contacten zijn om elkaar op te zoeken. Het is niet meer, ik laat mijn eigen goede dingetje zien. Het is veel meer, joh, hoe kunnen wij samen betere dingen maken? En dan is de Provada toegevoegde waarde. Interessant is dat de formule aan het veranderen is. Vroeger was het vooral vertellen hoe goed en hoe mooi je zelf was. En dat we nu veel meer inhoudelijk brengen, waar zijn we mee bezig? Gisteren hadden we een linkje beter hier, waar we bezig zijn met een aantal partijen van hoe kan het anders in de bouw? Hoe kunnen we dingen nieuw realiseren? Dat het ook meer een platform wordt waar ideeën worden gedeeld. Ik denk dat dat ook een andere belangrijke inhoudelijke stap op de Provada is. De wooncorporatie hebben een geweldig goed cijfer wat de Evers heeft vastgelegd. Een 8 min als waardering vanuit de bewoners. Nou, ik was vroeger op school altijd heel tevreden met een 8 min. En dan dacht ik van nou, dan heb ik het goed gedaan. Wat onze uitdaging is om te kijken hoe kunnen we die 8 min vasthouden. En hoe kunnen we er misschien nog een 8,5 of een 9 van maken. En dat doe je eigenlijk alleen door met die bewoners echt het gesprek aan te gaan. Door te kijken wat beweegt bewoners, wat willen bewoners. En hoe willen zij dat wij die vertaling maken naar het dagelijkse leven, hun woonomgeving en hun woning. En dat is volgens mij de kunst om die 8 min uit te bouwen met de bewoners naar een nog hoger cijfer. Wat vond u wat meneer Balkenende zei? Nee, Jan-Peter Balkenende had een heel duidelijk verhaal waar ik me persoonlijk heel goed in kan vinden. En ik denk met mij een heleboel anderen in de sector. Het lastige is wel dat, dat het tot nu wel wat anders voor ligt. Dus het is nu wel de uitdaging van hoe komen we naar het verhaal van Jan-Peter Balkenende. Vanuit de situatie waar we nu met elkaar in het debat zitten. Kijk, wat hij zei was ondernemen, innovatie en duurzaamheid, dat zijn de thema's. Hè. Daar kan je ook in onderscheiden, daar kan je je legitimiteit laten zien. Nou ja, wat Mieke zegt, de context waar wij nu in zitten is daar niet erg uitnodigend voor. Aan de andere kant denk ik, wij kunnen ook gewoon het lef tonen om wel vorm te geven aan deze drie thema's, ondanks die lastige context. En wie weet krijg je daarmee ook weer een ander politiek beeld, met name in Den Haag, waardoor ook die context voor ons weer wat ruimer gaat worden. Dus zien jullie een weg om iets aan dat imago te doen op korte termijn? Het enige wat je kunt doen is laten zien wat je prestaties zijn. Hè? Dus wat jij ook zei, dat we ook echt met in contact zijn met onze huurders. Dat we openstaan voor hun wensen, dat geen schijnvertoning is. En heel belangrijk is dat we nu ook echt stappen gaan maken op duurzaamheid. Er worden initiatieven in de sector ondernomen. Dat is een Green Deal in voorbereiding. Om ook echt de renovaties aanzienlijk te verduurzamen. Een nul op de meter, dat je geen energienota meer hebt. Nou, dit is niet een dingetje van één corporatie meer. De bedoeling is dat de hele sector daar mee aan de slag gaat in de komende jaren. En dat is denk ik zo'n concreet voorbeeld waarin je de huurders heel tevreden maakt. Want de woning blijft betaalbaar, de energierekening blijft beheersbaar. En je zet een enorme bijdrage aan duurzaamheid van het woningbezit in Nederland. En dan scoor je positief volgens mij. Ja, weet je, dat vind ik nou net het mooie voorbeeld waar duurzaamheid en innovatie ook echt bij elkaar komen. Dus het is heel erg dat soort initiatieven nemen. En vooral onze focus zet op waar kunnen wij ondernemen. En dat gebeurt toch gewoon in onze voorraad, bij onze bewoners. En ik denk dat als we dat consequent en goed doen, dat uiteindelijk de lange lijn van de tevredenheid van die 8 min, dat uiteindelijk de basis vormt van alles. Maar ik heb ook gezien dat corporaties steeds meer publieke taken op zich genomen hebben. Hoe gaan we daarmee om dadelijk als dat zo beperkt wordt? Nou, ik wil eigenlijk onze partners in de wijk, en dat kan een gemeente zijn, dat kan een school zijn, de politie, dat zijn ondernemers, dat zijn beleggers, wil ik uitdagen om samen met ons te kijken wat is er nodig in de wijk. Bewoners hebben overigens ook heel veel zelforganiserend vermogen, hè, de buurtwachten, die kent u ook. Wat mij betreft vertrek je vanuit de behoeften van een wijk en kijk je daarna wie gaat wat doen. Dus ik wil niet dominante gevechten voeren op dit is van jou en dat is van mij. Nee, vertrek nou vanuit de bewoners en de wijk. Kijk welke partners je hebt en wie het beste wat kan oppakken. En ik realiseer me dat het ministerie, de minister, op dit moment er een bepaalde opvatting over heeft. Maar ik denk, ik ga voorlopig nog even door zoals wij doorgingen.
Nee, maar je moet ook wel eerlijk erkennen dat gewoon wij door de overheid jarenlang gevraagd zijn om meer en meer te doen. En dat ons kader ook elke keer is opgerekt. En dat het na 20 jaar ook wel eens goed is dat wij met elkaar de vraag stellen. Waar zijn we van en wat is die bandbreedte? Waar zeg maar de schaal van de buurt en de wijk voor ons altijd de cruxvraag is. Wat dragen we daaraan bij en welke vorm hoort daarbij? Maar dat die vraag wordt gesteld vind ik wel terecht. De projecten die jullie nu op stapel hadden staan, die ook waarschijnlijk ook nog boven die 681 grens liggen. Hebben jullie die ook? Ja, natuurlijk hebben we, want we zijn in buurten en wijken bezig. En over het algemeen zijn dat hele monotome buurten en wijken. En het is voor die buurten van belang dat dat verandert, dat daar meer differentiatie in komt. Over het algemeen zitten wij niet in heel duur. Hè. Laten we dat ook heel helder hebben. Ik denk dat we vooral in de 600 tot 800, 900 euro dingen proberen te realiseren. Om ook die dynamiek in die buurt en wijken te hebben. En mensen daar ook een kans te geven in een woning die er niet was. Dus laten we die term wel goed gebruiken. Zeg maar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat blijft gebeuren. En ik zie beleggers daar echt niet instappen in de buurten waar wij vaak zitten. Dus ik hoop vooral dat we dat moeten kunnen blijven doen. Ja, wat ik wel de uitdaging vind voor ons, is dat we niet hetzelfde product neerzetten als een private belegger of ontwikkelaar. En daar een huurkorting op geven. Maar dat wij echt nu gaan innoveren in het product van huur tussen de 700 en 900 euro. Dat moet een product worden die ook zonder onrendabele top te betalen is. En daar zit volgens mij de uitdaging, want dan leveren wij wel degelijk een ander product dan wat de markt levert. Het laatste woord is van Nicky. Ja, nog even reageren op waarom zoveel optimisme. Kijk, ik denk als wij al niet optimistisch zijn, hè, en niet het vertrouwen uitstralen en de hoop hebben, ja, dan kunnen we dat ook niet van een ander verlangen. Laat staan Den Haag. Dus daarom denk ik dat wij in ieder geval vanuit de sector heel optimistisch naar de toekomst gewoon moeten blijven kijken.